Goedemorgen allemaal. Welkom hier bij de Startersdag in Utrecht. En ook welkom voor de kijkers thuis. We gaan er vandaag een prachtige dag van maken en ik heb de eer om vandaag de spits af te mogen buiten. En ik ga jullie meenemen in mijn ondernemersverhaal, wat inmiddels al 13 jaar geleden begonnen is. En het idee is dat ik jullie een aantal tips en tricks ga meegeven, zodat jullie je eigen start meer kans kunnen gaan geven en hopen dat jullie natuurlijk een succesvol bedrijf kunnen gaan opzetten. Ja, waar gaat dat over eigenlijk, dat ondernemen? Dat gaat eigenlijk over een reis die je met jezelf gaat maken. Eigenlijk een soort van ontdekkingsreis. En dingen die je gaat tegenkomen die je nog nooit van jezelf hebt gezien. En hopelijk ga je daar je voordeel mee doen. Vandaag ga je heel veel ook zien hier. Laat je vooral ook inspireren. En heb het lef ook om zelf te gaan starten. Want soms is daar natuurlijk wel een extra stapje voor nodig. Want je zit misschien in een hele mooie baan. En ik denk dat het super tof is dat je hier vandaag al bent. Dat je misschien online kijkt en denkt, yes, ik wil gaan ondernemen. Dus wat dat betreft, chapeau voor jullie. Nou, wat ga ik jullie laten zien in dit komende 25 minuten? Het zijn voornamelijk ondernemerslessen uit de praktijk. Dus dingen waar ik zelf tegen ben aangelopen en waarvan ik denk dat jullie je voordeel kunnen hebben om dat zelf ook op te pakken. Daarnaast zijn er een aantal tips die ik met jullie wil delen. En er zijn een aantal dingen voor de dag van morgen die ik graag wil delen. Ja, wie ben ik? Ik ben zelf al best wat jaartjes ondernemer, meer dan 10. Ik ben ondernemer eigenlijk in hart en nieren. Ik ken eigenlijk niks anders dan ondernemen. En daarnaast ben ik ook een ontzettende foodie. Ik verzamel kunst, dat vind ik heel erg leuk. En ja, we zijn nogal ondernemend thuis. Mijn vrouw is zzp'er in de zorg al 5 jaar. Dus dat is een beetje eigenlijk hoe de klok slaat. Maar ik hou niet echt van het geëikte weg. Ik kijk liever de andere kant op. Ik probeer eigenlijk tegen de stromen in te zwemmen. Probeer kansen te grijpen waar andere mensen ze misschien niet zien. Misschien de moeilijke weg, maar denk ik ook wel een boeiende weg als ondernemer. En mijn verhaal begon eigenlijk in 2006. Ik wilde toen een baantje hebben. Maar ja, dat lukte niet echt in het dorp waar ik woonde. En ik begon toen een bedrijf in zonnebrillen. En ik verkocht daar 45 merken. Uiteindelijk deden we dat in 5 verschillende landen in Europa. Het bedrijf heb ik in 2013 verkocht. En daarna ben ik een herenmodelabel begonnen. Met het idee om de Nederlandse man beter aan te gaan kleden. Dat was een minder succes. Na 1,5 jaar is dat bedrijf helaas omgevallen. Is failliet gegaan. En daar heb ik misschien wel eigenlijk het meest van geleerd in mijn hele tijd als ondernemer. Het zijn dus niet alleen de hoogtepunten waar je van leert. Maar juist ook de dieptepunten. Vervolgens heeft me dat niet uit het veld geslagen en ben ik eigenlijk een juwelenhuis begonnen. Met het idee om de wereld van diamanten en juwelen duurzamer, transparanter en voornamelijk ook persoonlijker te maken. En sinds dit voorjaar zet ik me vooral in voor andere ondernemers. Ik help ze met toekomstvraagstukken, met strategie en ik begeleid ze bijvoorbeeld marketing en branding. Vooral eigenlijk stukken over de toekomst. Hoe ga je je nieuwe businessmodel invullen? En graag wil ik jullie dan ook meenemen naar het volgende fragment. We explore the unknown together with you by finding solutions that last and create true value for all. Because we care about the world we all live in, and so do you. Unlock your potential. En net als bij een bedrijf wat zijn potentieel moet gaan ontwikkelen, is dat net zo bij jou als ondernemer. Of je succesvol wordt, zit met name tussen je oren hoe snel je leert en welke kansen je grijpt. Heb je vragen vandaag? Ik ben hier zometeen naar deze talk ook. Zo kun je mij vragen stellen. Maar voor de mensen thuis die nu online aan het kijken zijn, kun je bijvoorbeeld bij je chatteam je vragen stellen. Daar is deze dag ook echt voor bedoeld om dat te doen. En nu wil ik jullie graag meenemen naar de lessen die ik vandaag met jullie wil delen. En als ondernemer zijn dat te veel, misschien wel tientallen. Maar ja, dat past natuurlijk niet in 25 minuten. Dus we hebben er een aantal voor jullie uitgezocht. En eigenlijk kun je het een beetje vergelijken met de jaringen van een boom. Elk jaar dat je bezig bent, komt er iets bij en bouw je het verder uit. En ben je eigenlijk beter in staat je ding te doen als ondernemer. En ik denk het meest belangrijke is dat je allereerst je genius vindt. Waar ben jij echt heel erg goed in als mens? En dat is iets waar je van nature goed in bent. Waarvan anderen zeggen dat je er goed in bent. Wat je bijna misschien zelfs niet ziet als werk. Waarom? Omdat je daar veel eenvoudiger tijd in kan stoppen. En mensen kunnen je ook veel moeilijker daarin kopiëren. Een goed voorbeeld is Frank. Een kunstenaar die ik een paar weken geleden heb ontmoet.
Ooit was hij consultant bij KPMG en nu is hij modern kunstenaar. En hij is echt zijn hart eigenlijk gaan volgen, een talent wat hij al had als tiener. En heeft die stap gemaakt. En daarom wil ik ook het volgende stukje aan jullie laten zien. En dat hier, wat je hier gaat zien, zijn een aantal mensen die een cello bouwen. Ik ben zelf betrokken bij een festival van de klassieke muziek, waar een raad van toezicht zit. En daar laten we ook eigenlijk mensen hun passie zien. Of het nou muzici zijn, of in dit geval mensen die een ambacht hebben. We hebben een glazen kas genomen, waar ze zo'n cello bouwen in 72 uur, waar ze daarna een concert mee doen. Maar de energie die iemand uitstraalt op het moment dat hij met zijn passie bezig is, dat verovert harten. Nou, als je je genius hebt gevonden, waar ga je dan van dromen? Wat wordt jouw stip aan de horizon? En een leuk voorbeeld daarin is Maaike. Maaike werkte bij ons, bij Pelliano. En zij had als grote droom om zelf een lingeriemerk ooit op te starten. Dat heeft ze gedaan. En inmiddels zit ze in Amersfoort en in Parijs. En doet ze prachtige dingen met ambacht. Maar waarom wachten totdat je 50 bent? Natuurlijk kun je op je 50ste beginnen. Of misschien wel ouder. Maar als het eerder kan, zou dat natuurlijk heel erg mooi zijn. Wat een van haar grote leerpunten is geweest, is dat je niet, als je een droom hebt, die mag best groot zijn, maar dat je stapjes moet maken om daar naartoe te komen. Doe het op je eigen snelheid. Laat je vooral niet leiden door Instagram of wat mensen ervan vinden, maar ga er vooral zelf mee aan de slag. Mag ik de volgende slide, alsjeblieft? Ja. Daarnaast is het denk ik heel goed om als ondernemer ook buiten je scope te kijken. Dus kortom, blijf niet in je cocon zitten, ook als je al een paar jaar bezig bent, maar stap er ook uit. Blijf jezelf verwonderen. Hoe ik dat zelf doe, is bijvoorbeeld dat ik één dag in de maand stage loop in een ander bedrijf. Dat kan bijvoorbeeld de Efteling zijn, dat kan bijvoorbeeld het Rode Kruis zijn. En daarin doe ik eigenlijk hele nieuwe ideeën op die ik zelf kan toepassen. Want wat blijkt, een andere organisatie heeft vaak dezelfde uitdagingen en problemen als jij als ondernemer. Maar zij hebben het al opgelost. Dus waarom zou je zelf het wiel willen uitvinden als je het ook anders kan toepassen? Dus leer vooral ook stelen, dat is de tip hierin. Leer van andere bedrijven die het goed doen. Dit voorjaar hadden wij bijvoorbeeld een trip met een aantal ondernemers naar Kopenhagen. Daar zijn we ook gaan eten bij Noma, een restaurant. En daar heb ik bijvoorbeeld zelf twee dingen meegenomen. Het eerste is dat ze daar heel erg bezig zijn met feedback. Dus om 12 uur, 12:30 s'nachts komt het team elke dag bij elkaar om elkaar feedback te geven. Nou, ik ken weinig bedrijven die helemaal aan het eind van de dag nog 20 minuten keihard gaan knallen qua feedback. Heel erg mooi om te zien. Het tweede is wat ik wil delen daarvan is transparantie. Wat zij deden is elke krab die ze op het menu hadden, daar deden ze een tag bij. En als je die tag opende met je telefoon, dan zag je waar die krab vandaan kwam, wie hem gevonden heeft. En die transparantie helpt natuurlijk ook in marketing, maar dat zijn dingen die ik er als ondernemer uithaal. Een van de dingen die ik zelf heel erg slecht heb gedaan bij Pelliano, is een van de redenen waarom het bedrijf is omgevallen, is dat we te snel wilden. Dat we dingen niet goed hebben getest. Want wat gebeurde er nou? Je kunt natuurlijk allemaal de economie de schuld geven of de banken. Dat is allemaal natuurlijk heel erg leuk. Maar uiteindelijk moet je echt naar jezelf kijken als ondernemer. En bij Pelliano ging het in eerste instantie vrij goed. We lagen eigenlijk binnen anderhalf jaar in 100 winkels in Nederland en daarbuiten. Met accessoires als dassen en pochettes. Maar toen wilden we eigenlijk ook pakken en jasjes gaan ontwikkelen en hemden. En een groot modemerk doet daar eigenlijk 2 jaar over. Wij deden het in 2,5 maand. We kregen de collectie verkocht op de mannenmodebeurs. En toen we moesten gaan uitleveren, was de collectie eigenlijk net te laat. Maar wat bleek? De jasjes bleken niet goed genoeg te passen. En vrijwel de hele collectie werd teruggestuurd. Ja, dan heb je natuurlijk geen vet meer op de botten. En heb je het heel erg lastig als bedrijf. Dat doe ik nu anders. En ik denk, dit is een boek wat binnenkort uitkomt van Alex Oosterwalder. Het gaat heel erg over valideren. Als ondernemer heb je allemaal aannames, bijvoorbeeld over je uurprijzen bijvoorbeeld. En dat boek gaat erover, hoe test je nou die aannames? En ik denk dat het heel goed is om dagelijks te testen, klein te testen. Bijvoorbeeld met zo'n jasje. Begin eerst met 1 jasje. Wat willen mensen voor betalen? Past die echt goed? Is dit de kleur die goed werkt? Past de marketing erbij? Maar wacht ook niet tot je product perfect is. Ik ben zelf nogal een perfectionist en dat is misschien mijn grootste valkuil. Dus ga dingen ook op de markt brengen als ze nog niet klaar zijn, als een ruwe diamant. Dan krijg je feedback waardoor je jezelf kan ontwikkelen en je bedrijf kan ontwikkelen. En een van de dingen die ik nu vooral veel doe is bijvoorbeeld klantpanels opzetten. Al heel vroeg in productontwikkeling, maar ook in ontwikkeling van services. Klanten direct betrekken. Echte klanten, dus geen ooms en tantes, geen vrienden of vriendinnen. Nee, echte betalende klanten.
En dan begint het een beetje op gang te komen als ondernemer met je bedrijf. En dan krijg je allerlei kansen. En die wil je natuurlijk grijpen, toch? Ja, ze liggen misschien wel voor het oprapen en dan wil je ervoor gaan. Maar dan is de grootste truc om te focussen. Want het is niks makkelijker om je af te laten leiden. Ik heb een tijd gehad dat ik Eyewear en Pelliano tegelijkertijd probeerde te runnen. Dat was geen succes. Ik heb op een gegeven moment heel veel dingen bijgedaan. En een van de belangrijkste dingen is dat ik me op een gegeven moment op één ding ben gaan toeleggen. Maar leer ook jezelf kennen. Dus op een gegeven moment had ik 80% van mijn tijd besteed ik aan dingen waar ik niet heel erg goed in ben. Dus ik heb een team om me heen verzameld, dat zie je hier op beeld bij House of Lenor, die veel beter waren in bepaalde onderdelen. En samen konden we een hele mooie stap maken. En ik denk dat je daar ook wat van kan leren van topsporters. Mijn zwager is een topsporter, hij is professional wielrenner. En hij gaat alleen maar op zijn doel af en al het andere wijkt. En als ondernemer doen we dat niet. En ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. Net als bijvoorbeeld bij een bergbeklimming. Dan kun je ook niet met andere dingen bezig zijn, want dan gaat het gewoon fout. En dan komen er natuurlijk ook tegenslagen. Je hebt net gehoord dat mijn tweede bedrijf eigenlijk is omgevallen. Maar hoe ga je daarmee om? Want het is ook doodzonde als je daarna niet meer verder gaat. En kleine tegenslagen gaan we hier allemaal krijgen. Iedereen van jullie. En ik denk dat het belangrijkste bij is hoe je dat spel mentaal leert te spelen. En als ik kijk naar House of Lenor, dat bedrijf is stopgezet. We hebben eerst met elkaar bijna 1,5 miljoen euro geïnvesteerd. Maar de tweede ronde van 2,5 miljoen euro om de grote juwelenmerk echt competitie mee aan te gaan, was een stap te ver. En als ik nu terugkijk, dan denk ik vooral dat het goed is dat je zelf tijd gunt na zoiets. Dat je gaat nadenken van wat wil ik doen. Zorg ook voor een plan B, misschien een stukje spaargeld of een baan die je misschien achter de hand hebt. Maar ook wees extreem eerlijk naar jezelf. Dat bedoelde ik net ook bij Pelliano. Je kan iedereen de schuld geven als iets niet werkt, maar geef vooral zelf de schuld. Ga vooral kijken, wat kan ik beter doen? En ik kom nog wel eens ondernemers tegen die dan ook 10 jaar lang blijven doorlopen met, ja, ik had een droom, het werkte niet en ja, het zou toch leuk zijn als ik het nog een keer deed. Maar accepteer op een gegeven moment ook en ga verder. En begin dan misschien ook wel echt opnieuw. Want anders waren al die lessen voor niets geweest. En ik kan me nog goed herinneren dat ik van mijn fiets afviel toen ik 7 was. En ik niet meer wilde opstaan, weer op de fiets wilde gaan fietsen. Maar ik werd opgesleurd door mijn ouders van, ja, je moet gewoon leren fietsen. En zo is ergens ook met ondernemen. Je krijgt schrammen, je krijgt blauwe plekken. Maar alleen op die manier ga je het leren. En de afgelopen tijd, toen na House of Lenor, had ik best wel een leegte. Ik had voor het eerst eigenlijk geen doel in mijn eigen leven. En dat moet je dan op een gegeven moment gaan terugvinden. En 2 concrete dingen die daarbij kunnen helpen is natuur, waardoor je inspiratie er weer begint te stromen. Discipline, maar vooral ook sporten, zodat je jezelf weer gaat opbouwen en strijdbaar maakt voor een volgende slag. En dan tot slot, als je het hebt over klanten, wees obsessief. Zorg ervoor dat ze echt jouw product, jouw bedrijf, maar misschien ook wel jou gaan liefhebben. En dat maakt het verschil. Vorig jaar waren we in een hotel in Italië. Dat was niet het mooiste hotel bijvoorbeeld wat we hadden gezien. Maar het personeel was het meest gepassioneerd. Had de meeste oprechte aandacht. Het had echt een ziel. En dat raakt je. En dat kunnen we als startende ondernemers ook. We hebben geen grote apparaten. Maar je kan juist in de kleine schaal het verschil maken. Want die klantrelatie kan een grote onderneming heel, heel slecht kopiëren. En daarom wil ik het volgende fragment ook laten zien. Wat je hier ziet is een workshop die we met House of Lenor deden, waarin we mensen uitnodigden om het ambacht te zien. Ze konden daar edelstenen zien, ze konden met een goudsmid praten, ze konden zelf een juweel schetsen. En je merkte dat je mensen op die manier betrekt en echt leert kennen dat ze ook voor jou durven te gaan en voor jouw product durven te kiezen. Mag ik de volgende slide, alsjeblieft? En dan de dag van morgen. Nog een paar tips om lekker maandag energiek aan de slag te gaan. Of vanmiddag al natuurlijk. Ik bedoel, ondernemen beperkt zich niet tot 9 tot 5 of door de week. En het eerste wat ik jullie zou willen aanraden is zorg voor een goede mentor. Het heeft bij mij best wel een paar jaartjes geduurd om dat uit te vinden. Maar ik denk iemand die al verder is in ondernemerschap kan je denk ik behoorlijk helpen om dat voor elkaar te krijgen. Daarnaast, cash is belangrijker dan je moeder. Dat klinkt heel erg ruw. Maar omzet is heel mooi, winst is nog veel mooier. Maar als je liquiditeit niet goed managt, dan ga je gewoon onderuit. Of je nou een klein of groot bedrijf hebt, zorg dat je gewoon je cash gewoon goed in de gaten houdt vanaf dag 1. En tot slot, deel en leer. Verzamel ondernemers om je heen. En wij hebben bijvoorbeeld om die reden een mastermind groep georganiseerd, zo heet dat. Waarin we ondernemers bij elkaar halen en 1 keer in de 6 à 8 weken delen we onze uitdagingen.
helpen elkaar daarmee oplossen. En we zien dat dat ontzettend goed werkt. Nou, heb je zin om meer te weten te komen over hoe je bijvoorbeeld je business valideert? Hè, kijkt hoe dat gaat werken. Kijk dan naar het boek wat in januari uitkomt van Alex Oosterwalder, Testing Business Ideas. Of kijk bijvoorbeeld naar zo'n boekenzien van Sprout. Elke keer staat er een thema in en dat helpt je concreet als ondernemer om verder te komen. Nou, heb je vragen voor de kijkers thuis, stel ze via de chat. En voor jullie hier in de zaal, ik ben er zo meteen nog even, dus dan kun je ze ook in persoon stellen. Ik wil jullie in ieder geval heel hartelijk danken. Ik wens jullie heel veel inspiratie toe vandaag. Stel ook vragen, maar ontmoet ook elkaar. Ik zie allemaal startende ondernemers ook in de zaal zitten. En ik denk dat het ook goed is als jullie misschien zo meteen elkaar ook de hand schudden en kijken misschien wat jullie voor elkaar kunnen betekenen. Ik wens jullie heel veel succes en geniet ook van de reis als ondernemer. Veel plezier. Dank jullie wel.